Avond beste luisteraars van Radio Positief en beste kijkers van Facebook en van YouTube. Nog een keer komen wij tot jullie met een boodschap van hoop met het woord van leven. En nog steeds in deze tocht van geloof van de uitdaging van Berg Carmel. Tot aan de zondag zijn we nog steeds bezig met deze campagne, de campagne van Israël en wij gaan zo meteen bidden in het voordeel van een ieder die op het altaar kwam en degenen die het nog gaan doen tot aanstaande zondag, de laatste dag van de maand juli. Pastor Reddy staat nu voor het altaar van onze vestiging hier aan de Fruitweg nummer 4 in Den Haag en hij gaat zo meteen samen met ons bidden. Uh, voor u, voor een ieder, voor ons, voor een ieder die zich bezighoudt met deze campagne van geloof. Maar eerst gaan we, zoals wij het iedere avond hebben gedaan, naar een getuigenis luisteren en wij komen zo terug met het woord van God. Wij zijn bezig met praten over uh, hoofdstuk 19 van Eerste Koningen, waar Elia. Door God uh, geleid wordt, begeleid wordt om naar Berg Horeb te gaan. En daar gaat Elia in een spelonk zitten overnachten. En in de, in, op een gegeven moment praat God met hem en vraagt hem: uh, Wat doe je hier? En God zegt tegen hem om naar buiten te gaan. Maar goed, zometeen gaan we meer praten over dit onderwerp. Maar eerst luisteren wij naar deze getuigenis. Hallo, ik ben Erik de Heer. En ik wil u uh, voorstellen aan Maruchia, mijn vrouw, met wie we een kinderwens hadden. En uh, hoe onze kinderwens in vervulling is gegaan met uh, Gods hulp. Nou, voordat we kinderwens hadden, nou, toen waren we studenten. En wij um, we hebben elkaar ontmoet. En uh, later, na de studie, zijn we gaan trouwen. En het, uh, ons leven was goed. Ik denk het wel. Nou? Vind je het goed? Ons leven was goed. En het, um, wat, wat ontbrak in al die jaren was ki een kind. En. Um, op een gegeven moment raakte ik toch in verwachting. En ik uh, kreeg een miskram en de specialisten. In de wereld, we wilden heel graag weten waardoor ik kwam als de miskram ontstaan. En toen zijn we achtergekomen dat ik veel vleesbom had in mijn baarmoeder. Maar um, het was ook een leegte en die leegte probeerde ik te vullen door bijvoorbeeld veel aan kleren te kopen. Ik kwam thuis met al die kleding, kast vol, maar het bleef maar weg. Het leegte. Kom terug. We gingen vacht voor vakantie. En het, uh, nou, na onderzoek in, het, uh, in uh, Amerika. Want we waren in Flor Florida gegaan. Na het onderzoek zei de specialist. Van, nou, de vleesbongen waren zo groot. Je kunt binnen de marmode laten verwijderen. Toen zijn we weer teruggekomen naar Nederland. En het was een, echt een leegte. We, zeiden, we hadden een hoop. Maar uh, er was geen hoop. Ik herinner mij ook dat mijn zus. Die was van de zei uh, een keer tegen ons: van, uh, Er is een universele kerk, een kerk waar elke dag open is. Ga met de pastoor praten en probeer je, uh, je geloof in praktijk te brengen. Toen ja, heb ik naar de pastoor: Inderdaad, wat je zegt, maar ook nog. We, hebben toen, uh, we gingen naar verschillende kerken. We gingen naar de, de protestantse kerk. Ik, vind, ik was protestant opgevoed, namelijk. De was katholiek opgevoed. Toen zijn we dus uitgenodigd door Jezus om naar de universele kerk te komen. En dat was een moment waarop we elkaar uh, hebben, God hebben gevonden. Waar we ons thuis voelden. De dingen die er werden georganiseerd, spraken ons wel heel goed aan. En vooral ook voor mij zelf vond ik het inhoudelijke Bijbel vaste gedeelte. Een belangrijk anker in mijn leven geworden. Dat ik ook, uh, waar ik, dus het feit dat ook de Universele Kerk elke dag open was. Was ook uh, fijn voor me om te ervaren. En, en dat onderdeel. Uh, Bracht ons naar uh, de mogelijkheid om die strijd te voeren, om onze kinderwens uh, waar te maken. Maar daarnaast was het ook van het. Uh, had ik ook een. Uh, op een gegeven moment was het een zoektocht. Een zoektocht in van uh, nou, wie is de ene God? Wie is de ene God? En ik heb altijd God gezegd: God, laat me, u, laat me zien wie u bent. Wie bent u eigenlijk? Laat me u vinden. En op een gegeven moment ging ik de Bijbel lezen. Ik ging het, um, we brachten offers, zonder ongevraagd, maar we brachten we offers. En het, uh, we, het werd gezalfd met de olie, waarbij ik ook. En uh, er waren ook campagnes, daar waren we aan. Ja, yeah. we gingen dat nee, ook nee. aan campagnes aan meedoen. En dan zei ik tegen God: God, um, die auto heb ik nodig voor mijn werk, maar wat ik wil geven aan u: u bent meer waard dan een auto. Ik wil mijn hart geven. Als u dat wil accepteren. En toen zijn we op vakantie gegaan en toen raakte ik, in, nou, raakte ik zwanger. Ik raakte dan zwanger en toen waren we daar, ik lag daar en een specialist zei toen: Nou, um, zoals hij dat zelf verwoordt, nou, het is niet één zakje, maar het zijn twee zakjes. Ik zei: Twee. Het, op dat moment, dat was voor mij, ik weet niet van jij hoe jij dat beleefde, maar voor mij was het een intens geluk. Een geluk die, um, ja. Ja, dat kan ik zeker wel beamen, ja. Dat kan ik zeker wel beamen. Dat was het moment waarop we eigenlijk uh, ons geloof uh, waar zagen gebeuren. En dat, dat we gewoon die strijd hadden overwonnen. Dat je in verwachting was geraakt. Terwijl ik van tevoren had gezegd tegen jou, dat kan ik me nog goed herinneren, als jij er maar gezond uitkomt. Uh, al zou het zonder kinderen zijn, als jij maar gezond blijft. Ja. Dat je jou weer terugkrijgt. Ja. Uh, maar ik ben, uh, ik, omdat ik zo veel van je hield en nog steeds van je hou ja. na 40 jaar, is dat, uh, had ik daar vrede mee bewijzen. Maar wij gingen door met onze strijd. En uh, maar, na vijf maanden, na al die geluk, kwamen de problemen. En de specialisten zeiden van nou. Um, het leek alsof je ontsluiting kreeg, want Dylan is de jongen, die was het onderste en het zagen een, een hoofdje dan uit. Maar ik zei toen tegen die specialist van de nou, naam, nee, nee, het, er komt geen ontsluiting. En ik herinner me dat de specialist zei, mevrouw de heer, we zijn serieus met u aan het praten. Ik zei, nee, nee, het komt goed. Er, is, er, er komt geen ontsluiting. Het, het zet niet door. En um, toen moest ik... Uh, ik werd ook in een aparte kamer ge, um, gelegd. Omdat ik een probleemgeval was. En uh, ik wist op dat moment zeker van... Nou, als deze God iets geeft dan, geeft... dan gaat hij zijn werk ook afmaken. En ik bleef maar geloven. Ik zat dus op de eerste rij in de kerk. Elke donderdag was dat geloof ik. En uh, ik bad voor je. Ik streed voor je. Ik vastte voor je. En uh, jij mocht natuurlijk niet vasten, maar ik vastte voor je. En uh, we hebben op de strijd gestreden. En uh, de pastoors hebben ook hun werk gedaan, herinner ja. ik me nog. Ze kwamen bij jou bezoek. Ja. Uh, ze wisten waar je lag. Het was ook niet zo ver van de kerk vandaan, gelukkig. Dus ze hebben ook uh, echt sterk gebeden voor ons. En we hebben campagnes uh, gedaan in die tijd. Ik weet niet of dat in die periode was. Maar we hebben in ieder geval alles wat we konden doen, hebben we in Gods handen gelegd. Opdat zijn wil zou worden gedaan. En het, ja, toen kwamen de kinderen. Ja, die, uh, ja, en Melanie was geen probleem, maar Dylan die was wel ziek. En ik herinner me dat de, dat de specialist zei: van een Dylan die zou niet meer kunnen lopen. Maar ik zei toen: zijn specialist, nee hoor. Nee hoor, deze God die gaat zijn werk afmaken. Als hij iets geeft, geeft hij iets goed. En het is ook wel zo. Dylan is gewoon gaan lopen. En het nu, met onze kinderen, ik ben God eeuwig dankbaar. Eeuwig. En ik merk, die ik zegt ook: van, uh, er is, uh, Ik hou veel van mijn man en van mijn kinderen, maar er is niemand boven deze God. Hij is de Almachtige. Ja, ik kan dat ook beamen. En het is niet alleen dat, maar we hebben veel uh, zegens meegekregen van God omdat ze in geloof zijn. En de droogte die we toen hebben gevoeld voor het altaar wat je nu ziet, daar hebben we niet aan toegegeven. We hebben altijd ons vertrouwd op die God. En we hebben onze deel gedaan. En het onmogelijke hebben we aan God gelaten. Het mogelijke wat we hebben gedaan, wat we hoorden aan de boodschappen van de pastoors, van de helpers, dat was geweldig. Dat hebben we gedaan in ons leven. We kwamen tot het altaar, we hebben ons offer gedaan, we hebben gebeden, vast wat ik al zei. En de droogte is uh, tot een uh, goed einde gekomen. En zo hoop ik ook dat hij de laatste kans, hoewel ik 40 jaar was, er al niet meer in geloofde, wat ik net zei, is het toch nog gelukt om met Gods wil de kinderwensen in vervulling te zien gaan. En nog ook heel veel voor jou te houden, heel veel voor de kinderen te houden. Ik wil geen dag missen dat ik ze natuurlijk nog uh, mag hebben. Wij zeiden hier gisteren. Uh, tijdens ons programma, tijdens onze uitzending, dat God Elia niet liet opgeven. En zo behandelt God zijn dienaren. God laat zijn dienaren niet opgeven. Zolang wij dienaren zijn van God, laat God ons niet opgeven. Hij duwt ons. Hij poest ons om vooruit te gaan om niet op te geven, ondanks het feit dat er moeilijke momenten zijn voor iedereen, momenten van teleurstellingen, momenten van um, ja frustratie, momenten waarop wij een hoge verwachting hadden over iets of iemand, maar uh, uiteindelijk is dat niet gebeurd, zoals wij het verwachten... En wij moeten leren leven met deze confrontatie. Met, het, met de momenten waarop wij de resultaten niet zien die wij verwachten. Dat betekent niet dat wij gaan buigen voor de nederlaag of dat wij gaan buigen voor de problemen. Maar dat betekent dat wij moeten leren vertrouwen dat God alles in controle heeft. Zelfs wanneer onze ogen het niet kunnen zien. Ik bedoel, vertrouwen dat God in controle is, dat God ons zegent. Wanneer het goed gaat, is het makkelijk. Maar dat is niet wat God wil. God verwacht dat wij Hem laten zien dat wij geloven, dat wij vertrouwen, door acties te ondernemen die ons vertrouwen manifesteren. Wanneer er moeilijkheden zijn. En Elia deed dat geheel zijn leven. In feite was hij een man die in een moeilijke periode leefde en de hoofdprofeet van de Heer was geweest. Zijn taak was niet makkelijk. Het was een moeilijke taak, omdat hij de hoofdprofeet van de Heer was in de tijd van koning Ahab, die de slechtste koning is geweest. Die Israël heeft gehad. Nou, op een gegeven moment. is hij gefrustreerd omdat Isabel, de koningin van Israël, hem wil doden. En hij vlucht. Hij vraagt aan God om zijn leven te nemen. God geeft hem brood en water, de engel van God, twee keer. Zoals wij de, deze zondag. Het brood en het water gaan zegenen. En aan God gaan vragen om de vernieuwing van onze kracht. Deze zondag. Breng, vergeet niet om het brood mee te brengen. En het water om het te laten zegenen voor u en voor uw familie. Maar goed, deze zondag gaan we dat doen. Elia ontving het brood en het water van de Engel van God. En hij aat en dronk twee keer. En. Hij ontving kracht om veertig dagen en nachten te reizen tot berg Sinaï, tot berg Horeb. Daar, toen hij bij uh, berg Horeb aankomt, dan gaat hij schuilen overnachten in een spelonk. Maar dat was niet wat God wilde van hem. De berg waar hij naartoe ging, was dezelfde berg. Waar God zich manifesteerde aan Mozes, Berg Horeb, de berg van God. Dus God wilde zich daar manifesteren. God wilde met Elia praten, daar op de top van de berg. Maar in plaats van de berg te beklimmen en naar de top te gaan, ging Elia in een spelonk liggen. En op een gegeven moment zegt God tegen hem: dat staat in 1 Koningen 19, vers 11. Daarop zeide hij, dus God, daarop zeide God: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht, die heren. Dus God zegt tegen Elia: ga naar buiten en sta op de berg. Voor het aangezicht, die heren. En zie, toen de heren juist zou voorbij gaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde, en rotsen verbreizelde, die voor de heren uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. Het is alsof God tegen Elia zegt. Om naar buiten te treden. Te gaan. En op de berg gaan staan. En. God laat hem deze visioen zien. En. Er komt dan een wind zo sterk, dat hij, die wind, de rotsen breekt. Een wind die zo sterk is, dat hij rotsen verbrijzelt en de bergen verscheurt, die voor God uitging. En daarna een aardbeving. Dus de aarde, de aarde ging bijven. En daarna een vuur zoals het vuur dat op berg Karmel neerdaalde. En daarna het zuizen van een zachte koelte. Dus uh, zo'n stilte. Dus een sterke wind. Een aardbeving. Een vuur. En daarna. Een soort stilte. Wij geloven dat dit de manier was om Elia te doen denken aan wie hij was. Omdat op een bepaald moment was Elia, zoals die sterke wind, de man van God die niets vreesde. Die de kracht en autoriteit had om zelfs de bergen te doen scheuren. De, de aarde te doen beven, dus de aardbeving. En het vuur te doen neerdalen uit de hemel. Zo was Elie geweest toen hij actief was in zijn actie van geloof. Maar nu lag hij in een spelonk, in een grot. En nu was hij zoals die, dat suizen van een zachte koelte. Er was stilte. Nou, zolang ons geloof actief gehouden wordt, vinden er aardbevingen plaats. Het vuur daalt neer uit de hemel. De rotsen worden gebroken. Maar wanneer wij in de spelonk, in de grot gaan liggen en daar in stilte blijven, is er stilte. Wie antwoorden wil hebben van God, dient te handelen. En wij dienen te vertrouwen wanneer de omstandigheden negatief zijn en wanneer de omstandigheden positief zijn. Wij dienen altijd te vertrouwen. Pastor Reddy, wij houden ons bezig met de tocht van geloof. Maar dit geldt niet alleen voor deze maand, dit geldt voor altijd. Wij dienen te weten dat, zol dat zolang wij ons geloof actief houden, zoals Elia het deed. Dan gaat God zich manifesteren. Maar als wij in een spelonk, in een grot, gaan schuilen en liggen en wachten en jammeren en klagen, dan blijft alles achter wat wij hebben gedaan en er zal stilte zijn. Wie ontwoorden wil hebben door zijn geloof, dient zijn geloof actief te houden. Precies, bishop, wanneer wij eh, continuïteit hebben met het geloof. God wilde dat Elia continuïteit had. Bissop er waren twee soorten aanvallen. Eerst hij, kreeg hij een aanval op Israël. Israël wist niet wat zij wilden. Maar dit was, dit was niet, de tweede was niet een aanval op Israël, het was op, een aanval op hem. En hij kon goed omgaan met het geloof tegen eh, wanneer Israël was in de Twee gedachten, maar hij kon heel moeilijk omgaan met die innerlijke conflict toen Isabel tegen hem zei van uh, uh, ik ga jou vermoorden. Morgen zal je niet meer zijn. Bisschop, als wij niet in geloof blijven, dan, uh, dan kan elke situatie ons afzonderen van alles. Hij liet zelf zijn knecht achter. Hè? Hij wilde alleen blijven, hij wilde alleen slapen. Maar God wil bischop, dat wij opstaan en in beweging komen. En hij moest eventjes deze drie elementen uh, 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 laten gebeuren. Om hem een beetje wakker te schudden. Om hem te laten zien: kijk wat ik deed toen jij in geloof was. En kijk nu. Precies. Elia, die de profeet was. Die als een aardbeving was. Als een sterke wind. Als het vuur. Nu was hij. Uh, het, het is alsof het vuur uitgedoofd was. En dat, dat mag niet, dat mag wel, maar het is niet wat God vervaagt van ons. En dit betekent niet, pastoor, die beste luisteraars, dat Elia afgekeurd werd. Nee, het was een moment van zijn leven, een moeilijk moment. Maar zoals wij zeiden in het begin van de boodschap van vanavond, en ook van gisteren en er gisteren, als ik mij niet vergis, God liet zijn dienaar niet opgeven. En Elia gaf niet op. Hij ging door dit moment, moeilijk moment heen, maar hij gaf niet op. En God wilde hem naar buiten doen komen en de grote profeet Elia te blijven zijn, tot het einde. En dat deed hij, maar hij moest op dat moment een beetje uh, in beweging komen en dat achterlaten, de emoties, de gevoelens en doen wat God wilde van hem. En misschien, beste luisteraar, beste kijker, dient u dat ook te doen. Misschien dient u uh, d -d -d -die, d -d die gevoelens, die emoties een beetje op te offeren en, en aan de kant zetten en vooruit gaan. Laat niet toe dat de omstandigheden u tegenhouden. Er is een lange weg die voor u staat. Gelooft u? Ga dan vooruit, doe wat u dient te doen en op die manier zult u gezegend worden. Morgen gaan wij meer praten over dit onderwerp tijdens onze uitzending om 10 uur avonds. Maar nu gaan we met God praten. Pastor Reddy, gaat het gebed nu doen voor een ieder die gelooft? Alsjeblieft. Heere God, ik strek mijn handen uit hier vanuit voor het heiligdom naar deze mensen. Om u te vragen zodat u zegen tot hun zal komen. Mijn heer zodat u tot hun zal spreken en hun zal begeleiden in deze tocht van het geloof. Mensen, mijn Heer, hier zijn, uh, is een van het, uh, de altaren van de, van de UKGR in Nederland, mijn Heer. Waar mensen, de, honderden mensen op zijn gekomen, mijn Heer, in de andere steden, mijn Heer, waar hun gebedsvragen nu op staan. Op de, uh, op de altaren van de kerk staan de gebedsvragen van de mensen, mijn Heer. Hun, uh, hun offer die zij hebben gedaan, mijn Heer. Laat het zijn als een, een, een goede geur, mijn Heer. Laat die rook tot u gaan als goede geur zodat er vuur zal neerdalen in Jezus. Nou, en ik geloof al dat u al aan het werken bent. Dat u mij al aan het transformeren bent. Dat u al aan het genezen bent. Dat u al aan het herstellen bent. Mee, weer bij elkaar mij hier begint te brengen. Mij hier in het huwelijk. Mij hier te genezen. Diegenen die ziek waren. Te herstellen. Zij die hadden financiële problemen. Zij die, die verlangen naar uw geest. Dat zij uw geest ontvangen. Mijn vader, volgende week zullen deze gebedsvragen naar. Bera Carmel, ga, mijn heren, en zoals u liet, mijn heren, daar de tekenen zien aan Elia en het volk van Israël, dat uw volk ook deze tekenen zal zien, uw vuur zal zien neerdalen. En ik geloof al het voordat de gebedsvragen daar zullen zijn op, uh, mijn heren, op, het berg, op de berg, mijn heren, dat er al antwoorden zullen komen, omdat deze dagen zult u nog grote dingen doen, mijn heren. In Jezus Christus naam dan, mijn heren, zelfs als er iemand aan, die aan het kijken is, uh, mijn heren, is verzwakt, uh, deze persoon wilt opgeven, heren, u geeft deze persoon niet op, dan richt deze persoon op. Geef hem, geef haar deze kracht. Geef hem weer deze zekerheid. Breng leven in het binnenste van deze persoon, zodat deze persoon door kan gaan in Jezus Christus' naam, Heer. Ik bid voor een ieder die aan het kijken is, maar ...naar dit programma aan het luisteren via Radio Positief. Breng uw vrede, breng uw kracht, breng uw herstelling... ...en neem het leven van het ieder, waar ze ook zijn, in uw handen. Mijn heren, zo stel ik vast, hier vanuit voor het heiligdom, hiervan, van vooruit... ...de zegen in het ieder die samen met ons hebben gebeden en daarin hebben geloofd. In Jezus' naam, u bent gezegend. Amen. Amen. Heel goed. Dus. U, beste kijker, beste luisteraar, u die gelooft, u bent gezegend. Vertrouw, maar ga vooruit, doe wat u dient te doen. Morgen is het vrijdag, en vrijdag in uw carrière is het de dag van de gebedsketting van Jericho. Wij bidden dat de muren van problemen vallen door middel van het geloof. En deze zondag hebben wij de zondag de laatste dag van de maand de laatste dag van de campagne van Berg Carmel de zondag van de vernieuwing van onze kracht breng het brood en het water mee om het te laten zegenen Pastor Reddy bedankt voor het gebed morgen komen wij dan terug om 10 uur s'avonds met nog een stap in deze tocht van geloof en nog een woord van leven een fijne avond verder dat God u zegene, tot morgen